grote zakjes ineens bij zich hebben, rugzakjes en zo, als dan, het controleren. Dan weet je hoe laat het is daar. Maar ja. Nee, maar als ze een grote rugzak uit de schatkamer, dan zit er niet meer in. Zet er weer zo'n uitdrukking? Zoiets. Zoiets, ja. Okay. Dat zeggen mensen wel eens. Ik ben niet zo goed in een Nederlandse uitdrukking. Oh, dan laat maar zitten. Oh meneer, u hebt het meteen in de bosjes gekiepen. De kleine kindje. Dat straks even ophalen. Hè. Als ze vannacht gaan bleren en zo, hebben wij dan weer de hele dag last van. Dus, dag Mises. Ja. Is die fijn nummertje? Zwaaien. Oh, ook al van het padje. Helemaal van het padje. Dag Sjaam, hallo. Hallo. Tot de volgende keer. Dat is weer Adi Dada. Ja, ja. Adi Dada. Heel veel Vlaamse kindjes zeggen Dada. Ja. Hij wordt op afstand bekeken. Nee, die twee die bij de bochtjes staan. Die staan jou uitgemaakt. Maar die moet wat zeggen. Hij heeft zelf een varken bij zich. Hij heeft een varkentje bij zich. Waarom heb jij een varkentje bij je? Mag ik wel weer lopen? Kan je dan makkelijker lopen? Ja. Met een varken. Dat snap ik niet zo goed. Wat snap je hoor? Nou moet ik het verwarren. Nee, nou, hij zegt ik heb een varkentje bij me, want dan kan ik beter lopen. Nee. Als ik varkentje thuis laat, dan pak ik iets lopen. Dan neem ik varkentje mee. Dan kan ik varkentje niet gaan lopen. Er zit een logica in, Ali, maar het is net als bij vrouwen, ik snap er niks van. Je weet dat het niet klopt. Varkentje lopen, varkentje mee, maar nu kan hij niet lopen. Nee, maar want hij heeft hem vast. Ja, zeker. Zoiets. Ja. En wat gaat er nou hier in je rugzakje? Sportvarkens. Niknaks. In een hoekkapje. Oh, ik zie, jij ziet ook alles, hè? Zoveel mogelijkheden, hè? Oh, daarvoor zijn die. Oh, die hebben jullie gewoon met koekjes zitten de hele dag. Oh, die giet je erin en dan kan je zo blijven eten. Oh, dan snap ik. Gewoon blijven kouwen. Heel slim. Het is een soort herkouwen, maar dan blijven. Precies. Nou snap ik waarom die mensen allemaal een kapje op hebben. Het is gewoon om te eten. Het is wel heel slim, Ali. Ja, ik dacht eerst omdat ze allemaal zo'n slecht gebit hadden, dat ze allemaal verstopt hadden. Had gekund, hè? Had gekund. Maar ja, dan kunnen ze beter bij de tandarts even gaan kijken. Ja, maar als die ook zo'n dingetje voor zijn mond heeft, dan weet je toch? Nee, dat is ook niet zo. Ja, is waar, hè? Ik weet alleen niet of ik bij onze tandarts ga kijken. Nee. Toch een beetje. Goedemiddag samen. Goedemiddag. Ja, samen. Kijk, die zijn samen. Dat is duidelijk. Ja, die zijn samen, dat klopt. Dat is heel duidelijk. Die hebben met vieren of zo. Ik zie mevrouw alleen, maar toch samen. Met een rugzak. Nee, kijk, nu is ze bijna samen. Nou, toch niet. Jawel, kijk. Oh, die mevrouw, ik dacht die mevrouw die naar de wc ging. Oh nee, die heb ik niet gezien. Nee. Nee. Want die was alleen samen. Dag samen, salam alaikum. Oh, we moeten op de foto denken. Oh, ja. Staan we erop? Ja. Dit is mijn smile. Dit is mijn smile. Mijn linker wenkbrauw was ontzettend aan het lachen. Oké. Zoiets. Oké. Komt er een terrein, we moeten gaan kijken. We gaan even kijken bij het terreintje. Ik ben er niet van. Ik kom zo meteen. Salam alaikum.
goed. Ja, heel goed. Heel goed, je zegt echt een kerel. Samen. Oh, wat kan ik? Mooi, ja, dat heeft niet staan. Hij is nog steeds. Oh, we worden gevolgd. Aan. Mag ik je wel een geschenkje geven? Mag ik een beetje koekjes? Nee, dankjewel. Ja, ik probeer te stoppen, dankjewel. Maar toch lief. Ik vind wel lief, Ali. Is heel lief. Zeker weten. Maar jij weet niet wat er in de koekjes zit. En we willen terug naar ons plekje. Ali, Ali, kijk, kijk, kijk. Oh, romantiek in Efteling. Zo in het wild, hè? Oh, ik word helemaal warm van binnen. Kijk, dag samen. Loopt ze er eens weg? Ik kom altijd terug. Oh ja, je hebt hem vast, ik zie het al, ja. Dag samen. Volgens mij was het eigenlijk zo'n linker klein haar. Ja, dat bedoelde ik ook eigenlijk. Maar het kwam er een beetje rottig uit. Ik zie een vragend gezichtje. Was hier iemand kwijt? Moet je daar iets op zoeken? Ze gingen echt vandoor, hè? Moeten we helpen? Dat gaat, oké, dat gaat. We hebben het aangeboden. Vriendelijk bedoeld. Doe uit je auto.